In het Europees Parlement buig ik mij over het nieuwe programma voor onderzoek en innovatie, genaamd Horizon 2020. Het gaat erover hoe Europa een grote sprong voorwaarts kan maken door te investeren in excellente wetenschap, in onderzoek, onderzoekskwaliteit en te zorgen voor concurrerend bedrijfsleven en duurzaamheid. De voorstellen van de Europese Commissie met een budget van ongeveer zo'n 80 miljard zijn goed. Toch willen we in het Europees Parlement een aantal aanpassingen. Wij zijn voor een kortere wachttijd bij het aanvragen en verkrijgen van deze fondsen. We zijn voor een nieuw bekostigingsmodel voor universiteiten, midden- en kleinbedrijven, industrie en de wijze van berekening voor de kosten. We willen de directe kosten plus daarboven voor de, bijvoorbeeld de gebouwen 20% om de indirecte kosten te dekken. En ten derde, voor meer deelname uit industrie en midden- en kleinbedrijf. Hun deelname nam de afgelopen jaren af en dat moet en kan anders. En ten vierde, voor meer aandacht voor de regio's en het verspreiden, het samenwerken op gebied van excellentie, kennis en innovatie door heel Europa. De zogenaamde Stairway to Excellence, ook gebieden meenemen die minder ver ontwikkeld zijn. Maar als voorzitter van de organisatie in Europa, Knowledge for Innovation, kennis voor innovatie, nodig ik u graag uit om mee te praten over die ideeën voor een nieuwe aanpak in de innovatie. En de vierde innovatietop op 9 en 10 oktober zal hier in het Europees Parlement gaan plaatsvinden. En tijdens deze top bespreken vertegenwoordigers van Europese instellingen, vertegenwoordigers van de politiek, bedrijven en onderzoek de voorstellen om die innovatie echt los te trekken. Dit jaar spreken er onder andere ook mevrouw Geoghegan Quinn, de commissaris voor onderzoek en de oud-voorzitter van het Europees Parlement met al die deelnemers. En ik nodig u nogmaals uit. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar mij in Brussel. Maar weet vooral, u bent van harte welkom. Dank u wel.